Oh, welkom, daar zijn we weer. Het podcastnummer weet ik zo even niet uit mijn hoofd, maar uh, ik heb weer nieuwe gasten. Het heeft eventjes geduurd, er heeft even wat tijd tussen gezeten, ook een beetje vanwege corona en andere projecten. Maar ik heb weer twee leuke gasten en ik heb vandaag de gast Charis. Ja. Ik ben Hoi. je achternaam helemaal kwijt. Charis Deni. Charis Deni. Charice Deni. Dat, dat is een hele chique <laughs> naam. En ik heb Marit Kolken te gast. Hi. Hey, Marit. En beide uh, lopen stage. Bij ons bij Massel. Yes. Uh, ja, ik denk dat het leuk is dat jullie jezelf even kort voorstellen. Zal ik bij jou beginnen, Charisse? Ja, helemaal goed. Nou, ik ben Charisse Denis. Ik uh, ben 19 jaar en ik woon in Groenlo. En uh, ik loop nu ongeveer een maandje uh, stage bij Massel. Okay. Uh, ja. Hm. Ja, je moet allemaal nou zien wat het wordt. <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Nou, en Marit, die is net vers binnengekomen. Uh, yeah. Ja. De koffie op, nu een glas Inderdaad. water en jij komt uh, straight Ik... out of Roermond. Helemaal vanuit Roermond. Twee ja. uurtjes rijden. Twee uurtjes rijden. Twee uurtjes rijden. En dan rij je wel gewoon 120, 130? Nee, uh, 100. gewoon. 100? <laughs> gewoon eventjes. <laughs> Laat mijn moeder dit niet horen. <laughs> nee, maar Roermond, kijk, we zitten hier in Lichtenvoorde, dus alle mm -hmm. kijkers... Ik, toen jij mij belde vorige week, dacht ik: Roemont. <laughs> ja. Waarom wil je stage lopen in Lichtervoer? Nou, in Limburg was het zo dat er niet veel plekken waren. De meeste die, uh, gingen alleen maar tweede of derdejaars uh, aannemen. Oh. En uh, voor de rest, Corona. Dus uh, als Ja. Oké. Okay. Ja, blijkbaar niet in oost -Gelre. Nee. Dat blijkt ja, niet meer. We, we houden <laughs> ons wel aan de maatregelen daar niet van. Maar ja, het, het is toch anders hier. Wij hebben wel, wel gewoon werkzaamheden. Wij kunnen netjes op anderhalve meter zitten. Ja. Dus ja, waarom niet podcasten dan? En het leek me ook wel gewoon gaaf, want ik heb jullie natuurlijk allebei uh, gesproken. Uh -huh. uh, naar aanleiding van jullie stageverzoeken. Um, Cherise in, in de huiskamer op het Marianum, uh, een ruimte waar we vaak zijn. Ja, en jou natuurlijk telefonisch. Uh -huh. Of nee, eigenlijk via uh, het internet. Ja. En ik was uh, van beide verhalen wel onder de indruk. Dus ik dacht, dit is wel een mooie kans om weer eens een uh, podcast te maken over uh, jongeren met een bijzonder verhaal. Um, en dat, volgens mij gaan we dat vandaag maar gewoon doen dan. Um, zullen we gewoon beginnen bij het begin, Sheris? Ja, doen. Kun je we doen. Iets, iets vertellen over jouw uh, bestaansgeschiedenis? <laughs> ja, nou, dat is, uh, ja, dat is goed. Um, ik uh, heb nou ja, een vader en een moeder. Alleen mijn ouders waren al uit elkaar voordat ik uh, überhaupt geboren was. Okay. Dus uh, mijn moeder kwam erachter dat ze zwanger was. Toen heeft ze mijn vader opgebeld, en toen heeft ze dat dus verteld. Uh, toen heeft mijn vader wel besloten om niet verder te gaan met haar. Oké. Okay. Omdat. Uh, nee, hij zag daar geen toekomst in. En hij zei wel van: Goh, ik wil wel altijd als vader ervoor sharis zijn. Oké. Okay. Uh, op dat moment nog geen sharis <laughs> natuurlijk, maar. De baby. <laughs> de baby, inderdaad. Yeah. Maar yeah. goed, um, dat allemaal, um, ja. Zo. Ja, dat is allemaal zo verder gegaan en die zijn gewoon niet meer bij elkaar gekomen. Toen was ik geboren en toen. Um, was mijn moeder 20? Dat was wel vrij jong. Ja, van die tijd ja, val, valt het nog wel mee, toch? 20? Ja, maar het was ook niet helemaal gepland. Okay. Dus Het was ook ja. Uh, ja. 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 een ongelukje. Ja, een ongelukje. <laughs> en uh, nou, toen heb ik twee jaar bij mijn moeder gewoond. En toen was ik in het ziekenhuis terechtgekomen. En het was een beetje ja, niet helemaal duidelijk waardoor het nou precies kwam. Ja. En toen hebben ze uh, hebben de artsen onderzoek gedaan en gekeken wat er nou precies aan de hand was met mij en toen dachten ze dat ik een stofwisselingsstoornis had maar okay, ja. uh, ik had heel veel thema's zijn pan in mijn lichaam en dat is een uh, slaapmiddel eigenlijk dat is wel bijzonder dan ja inderdaad dus ja. dat was een beetje ja maar ik had zoveel in mijn lichaam dat ze niet helemaal wisten of dat eigenlijk wel kon ja en ik mocht op dat moment ook geen bezoek omdat ze daar helemaal onderzoek naar aan het doen waren van goh hoe komt dat nou eigenlijk ja en toen is mijn moeder nog een keer in het ziekenhuis gekomen om een uh, danoontje te brengen. Yeah. Hartstikke lief. Yeah. <laughs> en um, toen ze s'avonds opgebeld van, goh, heeft Jarissa, danoontje opgegeten? Dat was inderdaad zo. Maar toen schoot mijn Timmerse pan haal, uh, gehalte weer omhoog. Toen dacht ze, nou, dat, dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. En dat was inderdaad dat mijn moeder mij die Timmerse via dat toetje heeft gegeven. Hè? Huh? Ja. Maar, het, maar daarvoor dus ook al? Ja, daarvoor inderdaad ook al, ja. Weet je, waarom dan? Nou ja, het was een soort van schreeuw om hulp eigenlijk meer. Dat ze het zelf niet aankon. Ja. En uh, nou, ze konden dus gewoon niet voor me zorgen. Okay. En uh, daarvoor is ze inderdaad ook opgepakt. En er uh, ja, zijn ook onderzoeken naar geweest van wat maar wat, wat heeft ze dan precies? Dus dat is uitgekomen dat ze borderline heeft. Een beetje een. Um, ja Er ja, zijn heel veel verschillende kenmerken die daar aan zitten. Maar wat ik vooral heel erg heb gemerkt bij mijn moeder... is dat ze heel erg naar je toe kan trekken... en dan je in één heel erg kan afstoten. Ja, heel wisselend. Zeg ja, heel maar in, erg in, wisselend. Ja. Geen stabiele relaties die ze kan onderhouden. Hmm. Er is gewoon heel veel moeite mee. Ja. Ja. Oké, okay, dat, dat is een heel heftig verhaal. Dit. Ja, maar ik, ik wist dat zelf ook heel lang niet. Ik ben nee. er pas achtergekomen toen ik veertien uh, was. Denk ik. Ja, veertien, zoiets. En, en wat doet dat met je als je, dat als, als, als je zoiets hoort? Nou, wat ik vooral... Ik, ik kreeg een brief thuis van de rechtbank. Dat was op zich niet heel bijzonder. Omdat elke keer de ondertoezegstelling van mijn vader moest verlengd worden. Mm. Dus ik dacht, nou, dat zal dit ook wel zijn. Yeah. Toen maakte ik het open en toen bleek het toch wel wat anders te zitten. Er stond er dus inderdaad van dat uh, zij iets had gedaan... waardoor ik uh, daar niet meer kon wonen. En het stond allemaal heel vaag. Dus ik dacht, nou ja, wat is nou aan de hand? Mm. En op dat moment was mijn vader in Barcelona. En ik sliep bij mijn opa en oma. Dus ik was naar mijn opa en oma gegaan en ik zei, goh... Wat is er gebeurd? Ja. Yeah. En toen zei ze... Ja, uh, wil je dat ik het vertel? Of wil je dat, uh, dat je moeder het zelf vertelt? Toen had ik zoiets van... Nou ja, nu wil ik het ook wel weten ook. Ja. Yeah. Want ik heb hier blijkbaar zo lang niet van afgeweten. Dus zij wisten het allemaal al wel? Ja, ja. Daarvoor ook? Ja, zij wisten het allemaal wel. Oké. Okay. Ja. En toen zei ik van... Ja, goh, ik wil het wel weten. Dus toen had mijn oma dat inderdaad verteld. Van goh, ja, ze heeft jou inderdaad slaapmiddelen uh, toegediend. En uh, ja, toen schrok ik wel erg, want... Ik had net weer een beetje een regeling met mijn moeder dat ik elke week zou bellen. En dat zo het contact iets beter uh, te houden dan dat het daarvoor was. Want het was heel instabiel. En mm -hmm. dan werden we weer boos op elkaar omdat we niet aan afspraken hadden gehouden. Dus toen dachten we, nou, toen ging het net eigenlijk weer wat beter. En ja. toen kreeg je dit horen, toen wist ik ook even niet wat ik ermee aan moest. Dus voel je dan de grond onder je wegzakken zoals ze dat wel eens zeggen? Of, of? Ja, nou, ik, ik wist gewoon inderdaad niet wat ik moest doen. Dus het was nee. in één keer wel en één keer heel erg leeg. En ik, ja, ik wist gewoon niet wat me dan nog meer te wachten stond. Ja, snap want, ik. Ja, toen ben ik ook meteen naar mijn tante gegaan, want ik heb een super goede band met mijn tante. Mm -hmm. Haar zus. Uh, ja, maar ze zijn wel allebei geadopteerd, dus ze zijn niet biologische zus. Oké. Okay, ja. Dus uh, nou ja, toen had ze dat inderdaad verteld, van goh, hoe dat een beetje is gegaan. En nou ja, dat is wel heel fijn om er met haar over te praten, want ja, ik heb zo'n goede band met haar. En yeah. ik weet gewoon dat het altijd heel erg eerlijk is tegen mij. Dus dat is ja. heel fijn dat, dat je ja. dan met zo iemand kan ja. praten. En toen kreeg je wel, zeg maar, wat inzicht in de situatie waardoor die zo was gegaan als die is gegaan. Zeg maar. Ja, inderdaad. Heb je, dan, heb je toen ook meer begrip ervoor gekregen? Of? Nou ja, ik heb toen een uh, gesprek gehad met mijn psycholoog, met mijn vader, met mijn tante en met iemand van jeugdzorg. Mm. En uh, met of mijn moeder dan. Ja. En die uh, heeft dus verteld hoe dat, dat allemaal is gelopen. Toen had ik gewoon nog een half broertje had, waar ik het bestaan ook niet vanaf wist. Tijdens dat gesprek? Ja, tijdens dat gesprek. Dus dat was vooral wat ik. Ja, ik vond het heel fijn, maar ook wel heel moeilijk, want ik heb hem nooit uh, gekend. Nee. En toen in één keer kreeg ik nog een broertje erbij. Maar had je dan ook niet tijdens dat gesprek... Uh, hoe oud was je in dat gesprek? Ik was... Even kijken, 2015 was dat, denk Oh, dat is ja, dus zes was, jaar geleden. Ja. Oké, okay. uh, had je toen niet tijdens dat gesprek van, jeetje, is, uh, is er nog meer dat ik niet weet? Ja, zeker wel. En dat heb ik nu nog steeds. Gevoel, ja, want als er steeds wat bij komt... Ja, en, het zijn, en het zijn ook geen kleine dingetjes. Nee, nee inderdaad. Dan, zou je, dan, dan kan ik me voorstellen dat, dat je nog steeds bang bent dat er nog ergens een keer weer een uh, skelet uit de, uit de kast komt, zeg maar. Ja, en dat zal vast wel zo zijn dat er iets of ja. is wat ik nog niet weet, maar ik heb me daar wel bij neergelegd. Ik denk, ja, het is als ik het me is. Daar, ja inderdaad, het is wat het is. En als ik me daar zo druk om ga maken, dan maakt het mij ook niet gelukkiger. Nee. Het is wel een uh, heftig bruggetje om nou naar Marit over te stappen. Ja. Dus ik doe het maar met een lach. Ja. Uh, ja. Maar Marit zit hier ook. Uh, Marit heeft ook een, ook een bijzonder verhaal. Ja, ik uh, ben toevallig geadopteerd. Dus net zoals haar moeder. Ja. Maar, mag heel uh, eens dichter bij de microfoon komen. Oh, ja, dit is echt een microfoon waar je vol in moet praten. Dat vind oh. ik fijn. Is dat beter? Het is fantastisch, ja. Oké, okay, ja, ja. Ik ben dus uh, ook geadopteerd, net zoals haar moeder. Ja. Alleen bij mij is het dan beter gegaan, denk ik. Als ik dat zo mag zeggen. Ik weet niet hoe ik dat... Uh, zeggen, maar ik heb er niks aan overgehouden. Ik vind het allemaal best zo en ik heb een hele lieve ouders en een zusje, ja. ook niet biologisch mijn zusje. Maar wat is jouw uh, oorsprong? Chinees? En Ben Chinees, Ja. En dat is een speciale regio of? of um... uh, Zunji, volgens mij. Oké, okay, en dat, ja. <laughs> ik denk niet dat je weet wat dat mijn is. Met topografische kennis van China is <laughs> niet echt <ja>, heel geweldig. <laughs> het is volgens mij in het uh, zuid. Uh, denken Zuidoost, denk. een heel arm gebied. Ja, ja het is zo heel arm, heel arm, gebied. arm maar, niet, maar maar ook niet stedelijk dan of zo. Maar echt nee, echt, volgens uh, mij ook eigen platteland. Echt platteland. Ja, want uh, de manier waarop jij in de adoptie uh, terecht bent gekomen is ook bijzonder. Ja, ik ben te vondeling gelegd. Ja, toen, toen, toen ik... je dat zo zei, dacht ik <laughs> ja, ik uh, weet niet beter dan dat dat is gebeurd. Ja, dus toen was ik ongeveer een half jaar. Denken ze hebben zich geschat ja. door middel van je handen dan? Konden okay. ze een of ander onderzoek doen en daardoor zagen ze ongeveer hoe oud je was. Ja. En toen uh, heb ik in het uh, weeshuis denk ik <laughs> uh, een uh, geboortedatum ja. gekregen en de naam en toen uh, geadopteerd toen ik twee was. Oké, okay, dus de dag waarop jij jarig bent is nu. 15 mei. Maar je weet niet helemaal zeker of dat ook echt 15 mei is. Nee, dat weet je niet. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is ook ja, ja. Maar en en. Um... Dat je zo te vondeling gelegd bent. Dat wist ja. je. Uh, welke leeftijd heb je dat gehoord? Ik uh, denk gewoon vanaf het begin af aan. Mijn ouders zijn altijd helemaal open geweest over de situatie. Okay. Ja, dus jij hebt niet zoiets van wat we uh, komt er de, misschien <laughs> nog wel weer uit de kast. Uh, <laughs> aan bijzondere verhalen. Nee, ja, nee. nee. ze nee. zijn er altijd open over geweest. Ja. En ik lijk niet eens op ze, dus het kan ook niet. Nee, nee, nee. nee. En, en uh, jij bent dus ook bij je ouders terechtgekomen en dat is nog steeds ja. jouw thuisbasis. Ja. ja. Ja, dat, dat klinkt wel, uh, wel als een, go een goede adoptie. Gelukt dat. Ja, Eentje met ja, een fijne fijn. afloop. Ja. 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 Maar jij komt nu helemaal uit Roemond, je stage lopen, wat mm -hmm. je zei. Uh, ik, vind, ik vind dat nogal wat. Um, zit het ook, ook in jou dan om altijd maar door te zetten? Komt ja. dat in meer aspecten van jouw leven terug? Ik denk wel dat ik een doorzetter ben, ja. Ja? Kun je daar wat voorbeelden van noemen? Nou, uh, misschien om een stom voorbeeld te noemen, met paardrijden bijvoorbeeld. Als ik dan op een paard zit en ik ben eraf gevallen, drie keer of zo, dan ga ik er wel weer nog op. Dus. Ja, ja, je bent er wel van vallen en opstaan. <laughs> ja. Ja, oh, dat vind ik mooi. Dat, dat herken jij denk ik wel, of niet? Ja, dat herken ik wel, ja. Ik uh, ben meerdere keren verhuisd naar verschillende pleeggezinnen. En je moet je toch elke keer mee aanpassen en... Ja, je bent toch wel een beetje de nieuweling. Dus je moet toch wel even aftasten. En toch wel jij ja, je kunt niet op een gegeven moment zeggen van ja, ik doe het niet meer. Ik, sto ik stop hiermee. Nee, nee. nee, het is niet zo van hashtag ik doe niet mee. Nee, nee. Dat zeker niet. Maar voel je ik, 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 je, ja, ik kan me daar totaal natuurlijk geen voorstelling van voor maken. Ik kan wel zeggen dat dat zo is, maar ik heb een hele warme, prettige, fijne jeugd gehad. Dus uh, uh, ik vraag me dan ook af: heb jij dan ook? Uh, uh, koester jij wel warme gevoelens of zo aan je jeugd? Dat is uh, een goede vraag. Ja, heb je, voel jij een basis of zo onder, onder, jou, uh, wie, onder wie jij bent of zo? Uh, niet echt eigenlijk. Ik vind het heel moeilijk. Ik heb dat uh, later pas gekregen. toen ik echt bij mijn vader kwam te wonen. Ja. Uh, dat in het begin ook niet helemaal lekker liep. Want zijn toenmalige vriendin en ik gingen niet zo lekker samen. En uh, ja, dan voel je je toch wel een beetje weer mislukt. Omdat het is dan zoveelste keer dat je verhuist. Ja. En dan gaat het weer niet goed. Had je ook wel eens het idee dat het aan jou lag? Ja, dat heb ik heel lang gehad. Ja, ja zeker. Dat, dat, ja, het gaat toch elke keer weer fout met moederfiguren. En dan ben je toch wel bang dat het aan jou ligt. Maar dan is het heel moeilijk om erachter te komen. wat het dan precies is. Van wat doe ik dan verkeerd? Ja. 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 Uh, en op wat voor manier heb je dat dan weten op te lossen? Nou, ik heb uh, best wel lang bij een psycholoog gelopen. En dat was ook wel voor mij. Uh, ja, ik durf het heel moeilijk over dat, dat soort dingen te praten. Dat ik niet lekker in mijn vel zat. En dat ik inderdaad het gevoel had dat dingen aan mij lagen. Mm -hmm. Dus daarom sprak ik daar nooit over. Dus nee. niemand wist ook dat dat met mij aan de hand was. En dat ik vragen had over mijn verleden. Dus dat was voor mij. Ik zonder dat een beetje af van iedereen. En dat was gewoon mijn ding. Ja. En toen ik bij een psycholoog kwam. Dat was net nadat ik die brief had gekregen. van wat er was gebeurd. Toen hebben we dus dat gesprek voorbereid, inderdaad. Yeah. En toen kwam er ook wel vanuit mij dat ik. Daar inderdaad heel veel moeite mee. Van goh, euh, ligt dat dan niet aan mij? Ik ben wel degene die elke keer moet verhuizen. Ja. Uh, ze zeggen wel allemaal, of niet allemaal, ze zeggen wel eens dat het aan mij heeft gelegen in een bepaald pleeggezin. Dus dat was voor mij was het best wel moeilijk om dat dan ook te geloven dat het niet aan mij lag. Ja. En ja. Ja. Dat, dat, dat ik het ook waard ben om gewoon een fijn leven te hebben. En ja. dat is daar wel echt erg uh, ja, behandeld met mij. Ja, dus die, die, die psycholoog heeft jou echt, echt, uh, echt geholpen. Jazeker, ja. ja. En we hadden ook wel eens verhalen dat mensen er uh, ja zijn zielen kleipen, dat ze er niet beter van zijn geworden, zeg maar. Het is wel fijn om te horen dat het ook een keer goed gaat dan. Ja, <laughs> dat, zeker, dat, ja. dat, dat je het echt baat bent. En was dat ook dan voor jou jouw jou, jou, uh, houvast of zo? Waar je het gevoel hebt, nou daar hoor ik in ieder geval hoe het, hoe het echt zit. Ja, deels wel, omdat je dan, je bent heel erg aan het werk met gewoon... Um, ook met wie je zelf bent, wat je, wat je zelf belangrijk vindt. Ja. En ik denk dat dat ook wel voor mij iets is geweest van goh, ik ben altijd iemand die het heel graag goed wil doen. Ja. En ik denk dat dat ook wel een beetje vanuit mijn verleden komt, omdat het elke keer niet goed ging. Dus dat ja. was wel voor mij echt een houvast van goh, uh, je kan ook ook dat uitspreken. Ja. 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 Want, ook qua, qua moraal, zeg maar. De, de, ze zeggen altijd van ja, de moraal die komt uh, of uit een geloof of, of, of uit je opvoeding. Als je niet geloof bent opgevoed natuurlijk, hè. dan je moet je toch ergens, je, je, ja, je, je, zeg je dat? Wat je normaal vindt en wat je, wat je grenzen zijn, moet je toch ergens leren. Uh, jij lijkt mij een heel. Je komt over als een heel net, intelligent, uh, welbesproken, vrolijk persoon. Nou dank je wel als een compliment. Hoe, ja, en, en voor jou geldt hetzelfde, <laughs> Marit. Maar uh, hoe hebben jullie... Ja, jij, hebt, jij hebt natuurlijk gewoon van je ouders uh, alles ja. meegekregen. De Limburgse uh, <laughs> variant, zeg maar. Ja. Hoe heb jij zeg maar, je moraal opgebouwd? Goh. Eh, nou, ik denk dat het wel vooral is een beetje het tegenovergestelde eigenlijk. Van, goh, wat wil ik niet? Ja. Want ik heb natuurlijk best wel veel dingen meegemaakt die ja. ik zelf nou, niet meer wil. Of ook niet dat andere mensen dat uh, meemaken of... Ja, ervaren. Dus ja. dat is voor mij wel een heel sterk iets geweest van Goh. Dat zijn dingen die ik absoluut niet wil. En ook toen ik samen alleen met mijn vader uh, kwam te wonen. omdat zijn vriendinnen uh, en hij uit elkaar gingen. toen heb ik dat wel van papa wel meegekregen. Ik heb ja. een super goede band met mijn vader. Oké, okay, dat dat, dus dat voelt wel oké okay en dat is wel. Uh, dat, ja, ik dat denk dat het wel daar vandaan heel erg. Uh, ja. ja, dat het daar wel uitkomt. Ja. Want uh, uh, ja, vanuit de moraal bouw je vaak ook wel principes op en zo. En de een heeft er wat meer als de ander. Uh, sommigen hebben er heel veel en uh, <laughs> sommigen helemaal niet, denk je dan wel eens. Wat is voor jou, Marit, een heel belangrijk principe in je leven? Heb, heb jij principes? Nou, ik vind uh, bijvoorbeeld familie gewoon heel belangrijk. Dus dat je gewoon betrouwbaar bent en dat je respectvol bent naar eigenlijk iedereen. Ja. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. En is er ook iets waarvan jij zegt: daar doe ik niet aan mee? In principe uh, niet? Nou, de laatste tijd ben ik wel zo van. Nou, ik ga niet meer faken. Dus ik heb heel veel, heel vaak gewoon aardig zitten doen tegen mensen. Yeah. En ik heb ook wel over me heen laten lopen door sommigen. Okay. En dat wil ik gewoon echt niet meer. Oké, okay, dus daar heb jij uh, een streep getrokken. Mm -hmm. zeg maar. Ja. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Of zeg je van, dat is niet iets van nu? <laughs> nee, niet iets van okay, nu. Dan gaan we daar ook niet op door. Uh, heb jij uh, iets waarvan je zegt nee, dat doen we niet. En nee, niet eerlijk zijn vind ik wel een heel belangrijk iets. Ik wil gewoon echt oprechte mensen en eerlijke mensen om me heen. En dat vind ik zelf echt super belangrijk. Ja, ja dat je echt mensen wel kan vertrouwen. Dat, dat vind ik wel echt de basis. Ja, dat het uitgangspunt altijd moet zijn dat je liever ongeliefd bent en de waarheid spreekt. dan uh, faken zeg maar. Inderdaad, ja, ja precies. Maar wat, wat vinden jullie van, van social media dan? Maar even een bruggetje te bouwen naar iets, uh, iets vrolijks. Uh, ik ben onlangs gestapt met Facebook. Ik kon het niet meer aan. Jullie denken: Facebook. Zo, waarom zit je daar überhaupt <laughs> nog op? <laughs> Omdat ik wat ouder ben, ja. zit ik nog op Facebook. Maar het, uh, het kan je natuurlijk inruilen voor Instagram. Uh, dus het is hetzelfde verhaal. Zij, worden jullie vrolijk als je op Instagram kijkt? Nou, ik niet echt heel erg. Ik post zo min mogelijk. Ja, ik word er ook niet per se vrolijk van. Ik vind het soms af en toe leuk voor mezelf. Het ja, is dus niet eens dat ik het voor anderen doe. Ik vind het gewoon leuk om zelf dat af en toe dan terug te kijken. Ja, ja. Want van, ja met je levenslijn met foto's. Dat vind, ik, de... dat vind ik het vooral leuk aan. Maar voor de rest is het niet dat ik denk van: oh, leuk. Even op Instagram zitten of. Je ja, eigen persoonlijke dagboek. <laughs> nee. Zeg maar. ja, ja, een soort ja. van wel, ja. Ja. Nee, want ik, ik, ik uh, bedoelde, er wordt natuurlijk wel onderzoek naar gedaan. Maar er is nog niet zo heel veel bekend over de effecten van social media op, uh, op, de, in de, op de lange termijn, zeg maar, voor jongeren. Kijk, bij mij kwam het in mijn leven halverwege. Bij jullie is, is het er altijd geweest, natuurlijk. En uh, ken je niet beter. Uh, denken jullie ook dat er. Uh, of wat denk je ervan? Zou, zou het schadelijk kunnen zijn, überhaupt? Of is dat iets van oude ja. mensen dat die dat denken? Nee, ik denk zeker wel. Ik denk op Instagram wil iedereen natuurlijk zo. Mooi mogelijk en zo perfect mogelijk op, uh, op de foto of een filmpje, wat dan ook. Maar ik denk niet dat uh, dat, dat echt uh, realiteit is. En dat, dat mensen dat zich echt wel moeten beseffen. Ja. Dat mensen die dan al onzeker zijn, dat dat echt niet, uh, dat 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 niet bevordert om uh, wat beter in je schoenen te staan. Nee. Nee. nee, dus niet iedereen is een vlogger, zeg maar. Nee. <laughs> maar het, heb jij wel Instagram? Ja, ik heb het wel. Yeah. Ja, het heeft beide kanten. Het is net zoals zij zei, het is uh, voor sommige mensen die niet sterk zijn in de schoenen. En dan gewoon ja, faken dan. Yeah. En dan helemaal mooie foto's en filmpjes erop zetten, doen alsof dat ze een helemaal perfect leven hebben. Ja, dat is dan iets minder. Maar er zijn ook hele goede dingen. Zoals dit bijvoorbeeld. Gewoon besef hebben dat sommige dingen niet goed gaan. Of juist yeah. vertellen over dingen. Ja, we hebben geen make-up op hier, en ook geen Instagram-filter. Nou, dat is ding uh, wat zeker is. <laughs> maar dat vind ik ook wel mooi. ik vind het ook leuk dat jullie te gast willen zijn... en over dit soort dingen willen praten. Mm -hmm. Want uiteindelijk is dit natuurlijk ook gewoon bedoeld... voor andere jongeren om, om naar te kijken. En voor de ene zal dit oninteressant uh, zijn... maar ik geloof dat er wel jongeren zijn... die misschien wel vergelijkbare situaties hebben. Uh, of, of iets wat erop lijkt. En denken van, nou, ik kan daar wel wel uh, wijsheid uithalen. Uh, eh, als ik jou mag vragen, Charisse... is er iets wat jij geleerd hebt... Uh, van jezelf of van, van het leven dat jij tot nu toe hebt geleid? Een wijze les? Ik denk toch wel niet meer aandacht besteden aan mensen die het mij niet waard zijn. Dat ja. is wel voor mij echt wel iets geweest. Ik probeerde altijd iedereen maar te vriend te houden. I iedereen, ja. lief zijn tegen iedereen. En nou, dat werkt niet, want er zijn oprechte mensen om je heen... die belangrijk voor je zijn. Maar als mensen niet oprecht zijn, dan is dat oké. Okay. Maar dan moet je daar afstand van doen. Ja, heb jij hetzelfde, Marit? ja, dat is leuk. Ik helemaal bij aan. Ja, ja, oké. Okay, ja, want we kennen dan niet zo heel veel van jou. Dan uh, in Limburg, <laughs> nee. Limburg is toch wel een, uh, ja, ik denk wel een iets andere cultuur dan de achterhoek. Nou, ik ken de cultuur hier niet, dus daar kan ik niet over oordelen. Nee, misschien, uh, misschien het op basis van wat vragen doen. Zeg maar, jullie oh, hebben jee. natuurlijk Carnaval. <laughs> ja, hoe belangrijk is Carnaval voor jou? Best wel heel erg belangrijk. <laughs> ja. Ja, want dat hoor je dan hè? dat het voor mensen uit Limburg en het Brabant is, dat bijna religie. Ja, ik vond het wel heel jammer dat het niet doorging. Ja, normaal ga je gewoon zeven dagen lang met vrienden. Ja, maar... zeven dagen, zeven dagen. Ik je vind beetje... dat... ja, ja. Oké, okay, maar neem ons even mee, want wij schrikken daarvan. <laughs> en wij zijn helemaal niet vies uh, van alcohol in de achterhoek. Dat de st <laughs> we staan ook op nummer één, zelfs als gelder ja, in de ja. ranking van waar te veel gedronken wordt. Oh jee. Dus daar zijn we niet trots op. Maar. Zeven dagen vinden wij zelfs veel toch? Ja. ja, nou ja, we hebben meestal wel ergens een vrouwelijke zitting. Ik weet niet of. Een vrouwelijke je... Ja, vrouwelijke dat is... vrouwen, vrouwen ja. 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 ja, dat is Het is alleen vanaf. voor vrouwen. Dus okay. uh, dan heb je een avond gewoon gezelligheid, feest, kan uh, muziek voor vrouwen. En is die anders dan voor mannen? Uh, ja, dan heb je ook een manelijke zitting. Nee, maar de muziek? Oh nee, voor ja, weet ik niet. Denk het niet, ik ben daar nooit geweest, want ik ben geen man. Nee, ik bedoel, de kandeval is voor vrouwen. Ja, ja, ik denk dat het gewoon hetzelfde is, toch? Dat ja, het gewoon nee, hetzelfde oh, oh, ik dacht, ja, misschien is het een specifieke kandeval. Nee! <laughs> van vrouwen. Nee, oké, okay, dus dat... Uh, oké, okay. maar dan is er een vrouw. Vrouwluid. Vrouw Vrouwluid zitting. Ja, en we hebben um, statie voor statie en showliftstatie. De showliftstatie is voor alle leerlingen, dus dat is gewoon voor de middelbare scholieren en de NGO's. Ja. En dan heb je staatsprestatie, dat is voor volwassenen en kinderen. En dat is een bepaalde uh, uh, soort doop of zo? Of zo. Dat klinkt, <laughs> klinkt heel, uh, heel formeel. Nee, het is juist helemaal niet zo. Uh, show de prestatie, dan hebben wij op Remond bijvoorbeeld, uh, het stationsplein. Yeah. Dan heb je een podium opstaan. Mm -hmm. En dan komt iedereen verkleed en gespinkt aan. Mm -hmm. En dan is het daar gewoon super druk, heel veel muziek en gewoon lachen en alcohol. En oh, dat is geen. <laughs> geen uh, geen moment dat je iets officieels uitgereikt krijgt, nee, of nee. Oh, nee oké, okay, nee. Okay. Uh, okay, ga verder. Dan zitten we op dag twee. Of, of hoe, uh... Uh, even denken, dag drie is dan de statiestatie. Statie. en dan de vierde dag ga ik meestal naar Melik toe of naar um, Maas of ergens dan heb je altijd die dorpjes die hebben, er wat Maas Nieuw, maar <laughs> Ja, en dat is te vergelijken met met hier lichter voor of uh... is veel kleiner, oké. Okay. Zieuwend, je zoiets, denk ik. Ja. <laughs> Geen idee wat ze al denken. Ja, een paar duizend inwoners. Ja, nou ja, dus daar gaan we dan meestal heen en dan hebben ze eerst als dat een optocht. Maar tegenwoordig is dat um, dat je allemaal kraampjes hebt en dan kan je dan langslopen en dan staan mensen uh, muziek te draaien of zelf te zingen eh, oh, of dus te dansen. En of... de optocht en de kraampjes, allerlei, allebei. Ja, de eerst was het dus een optocht en tegenwoordig zijn dat dus kraampjes. Oké, okay, maar niet vanwege corona, maar gewoon nu. Ja, gewoon nu, omdat volgens mij, ik weet niet wat het precies was, maar de optocht ging op een gegeven moment niet meer door. Oké. Okay. En dan hebben we maandag de optocht in de binnenstad. Van Rommel. Van en dat zal een hele grote zijn, denk ik. Hè? Ja, het wordt wel steeds, volgens mij, iets kleiner, maar het is wel nog steeds altijd heel leuk. Mm -hmm. Dat is gewoon een familiedag. Dus dan ga je gewoon met je gezin daarheen en dan snoepjes vangen voor de kinderen en dat soort dingen. Beetje rond de banjeren door de. Ja, en ja. dan s'avonds lekker de kroegen in. Met de kinderen? Nee, met nee. ja, de kinderen. <laughs> ja. De nee. kinderen gaan dan naar huis met uh, papa en mama of zo. En dan ga jij gewoon lekker de kroegen in. Ja. En dan um, dinsdag, dat is baggesdrieven. Dat is aan de roerkade voor een mond. Baggesdrieven? Baggesdrieven, dat is een pop. En die doen ze die dan... Die <laughs> Denk ik, weet niet. Die gaan jullie wegjagen? Ja, die gaat gewoon in het water. En dan blijft hij drijven. Dat oh, die... is Oh. <laughs> Okay. Oh, ah, dat, dat klopt al met wat je zegt inderdaad. Ik versta dat, ja. ja. Mag eens drieven, ja. En dat is de afsluiting van carnaval voor ons. Oké. Okay. Dat is de laatste dag. En dan uh, blijf je daar tot uh, een uur of uh, woensdag, vijf uur s ochtends in de kroegen. En dan mag je alles, uh, versiering eraf rukken. En dan uh, is dat het. Klinkt wel heftig. Ja. Yeah. zeven dagen, dat, gaan er dan ook mensen dood ondertussen? Of, uh? <laughs> Dat, toch, dat kan toch helemaal niet? Als ik drie dagen zwaarte cross heb gehad, dan denk ik... Dus, ja, je dus bent zo zes, doen. zeven dagen bezig. Want meestal blijf ik dan bij een vriendin of zo. En dan ga je schminken of dan ga je vast oefenen. Die hebben wel dingen. pauze tussendoor, zeg maar. Ja, oh, ja, soms wel, ja. Dan ga je gewoon lunchen en dan ga je even eruit. Maar je moet ja. wel uitkijken, hoor. Want uh, anders gaan de hekken dicht. Dan kan je niet meer erin bij de stationsstations in de show. Oh, je right? hebt, het is echt ook een soort festival terrein, ja. zeg maar. Mm -hmm. Is dat in Groenlo? Is dat niet zo, toch, Cheri's? Nee, nee, nee. Dat ben, jij, ben jij ben jij besmet met het carnavalsvirus? Want Groenlo is een beetje het carnavalsdorp van uh, van dit stukje achterhoek. Uh, ik denk niet dat ik een echte carnavalsvierder ben. Ik vind het wel leuk. Ik heb het eigenlijk vorig jaar voor het eerst gevierd. Ik was meestal op windsport, dus ik heb dat niet echt meegemaakt. Nee. Ik heb dat vorig jaar wel. Toen werkte ik dan zelf ook in de horeca. Vorig jaar was de laatste keer, net voor de corona. Ja, ja. ja, ja. Dat of daar hebben ze corona zeg maar <fielf discussed> verspreid. <laughs> Inderdaad, <laughs> yeah. ja. Nee, ja. Ja, ik vond het vorig jaar wel erg leuk. Ja. Maar ik vond het vooral ook heel erg leuk om te werken tijdens carnaval. Ja. maar dan stond je, ja, dan was je niet beschonken, maar dan was je aan het schenk schenken. Naar ja, beide. Oh. <les> oh. Tijdens carnaval kan dat, ja. <les> tijdens carnaval even, alleen. Even voor de duidelijkheid, de, de, de dames hier zijn wel 18 plus, ja. dat je niet denken dat we hier uh, illegale zaken aan het uh, nee, bezigen nee, nee. zijn. Ja, Carnaval. Ja, ik heb er zelf niks mee, maar ik vind het wel altijd heel leuk hoe mensen daarover kunnen vertellen. En uh, ja, zijn er nog meer van die specifieke dingen die uh, echt bij, bij Limburg horen, Marit? Um, nou, ik denk de manlu en een vrouw li zitting, de Prins. Ja, maar dat is carnaval. Dat is carnaval. Ja, oh, oh. nee, maar los van carnaval. Vlay? Ja. Limburgs fly. Ja, <laughs> ja Limburg's ja. fly. Ja. Nou ja, ik, uh, ik, uh, misschien gaan wij straks een stukje fly proeven. Ja, dat, die, ja tuurlijk. Dat weten we weten maar nog niet zeker want het groot deel is voor Ellen Bakker volgens mij, hè? ja Jouw gastvrouw. <laughs> ja, shoutout naar Ellen voor uh, het onderdak uh, geven aan onze stagiair uit Roermond. Ja, is toch wel fijn. Ja. Hoef je niet helemaal weer naar huis te rijden ja, vanavond. Ja, zeker. Heel fijn. Kun je morgen rustig naar huis? Precies. Ja, dus dat, dat is wel wat water dat dat, dat dat kan. En uh, daar uh, ja, dan krijgen ze een lekker stukje fly voor terug natuurlijk. Ja een bedankje. Ja, natuurlijk. Maar die fly, dat is uh, ja. hoor ik vaker: Limburgse fly. Waar, uh, wat is er anders aan een Limburgse fly dan uh, een goede taart van de bakken hier? Nou, ik vind het gewoon veel lekkerder. Ja, maar dat, daar moet iets in zitten. Waarom dat lekkerder is? Zit Als er je... meer suiker in? Of? Ik weet niet, ik eet altijd fly. Ik eet bijna nooit taart. <laughs> maar wat, is, wat, is een, wat is een fly anders dan een taart? Ja, het is, ja wat is nou echt verschil? Ja, weet niet. denk gewoon Kijk, jullie hebben ook Jumbo, toch? Ja. Natuurlijk hebben jullie Jumbo. Ja, natuurlijk. Hallo. <laughs> Dat Hallo Jumbo. De derde wereldland. Nee, maar ik bedoel, jullie hebben een Jumbo. Die Jumbo heeft appeltaart. Die zal bij jullie denk ik hetzelfde zijn als de appeltaart hier, want die komt uit de landelijk distribu distributie. Ja. Ik vind de Jumbo appeltaart van 8.99 soort, zo'n grote taart vind ik altijd wel lekker. Dat pak ik nooit. Nee. Maar, uh, 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 en, en de Jumbo heeft ook wel uh, fly-achtige flyen, zullen we zeggen. Mm -hmm. uh, met met zo'n iets dikkere bodem, die een beetje wat, wat, wat vast is. Is, is. is de bodem van een fly ook hard en dik? Nee, volgens mij is die gewoon veel dunner. En ook gewoon niet zo super, ja, dik en hard. En... en um, Bef, bevat een fly ook altijd een randje met sham met of zo of zoiets? Ja, ik heb toevallig nu kersenfly mee. Dus dan heb je gewoon zo'n uh, klein randje aan de onderkant van koekteegachtig iets. Ja. Dan heb je dan een kersen erin zitten en dan heb je aan de bovenkant ook zo'n laagje met uh, deegachtig met suiker erop maar uit de mond, uh, ja, inderdaad. Ja, wij gaan het, we gaan het gewoon meer maken straks. Ja, we kunnen het nu dus nu niet in, dit, in deze podcast zeggen of die fly ook echt le lekker nee. is of niet. Ze nee. hebben een pauze in lassen. Ja, dan ja. maar zo terug. Het zou wel leuk ze zijn. Zo, knip, ja. zo Ja, het veel toch tegen, nee? Ja. nee maar oké, okay, fly carnaval, fly wat nog meer rozen. Hezen. Ik heb, ik heb geen idee wat er nog eigenlijk nog meer. Actie... Limburg, ja, Rowan Huysen, die keten die band. Ja, ja, maar dat is dan weer Carnaval, achtig mm. Die hebben ze carnaval... willen dat heel Holland Limburgs lult, zeggen ze toch. Ja. Dat is een liedje van hun. Ja, maar dat draait dus alleen met Carnaval. Dat draait dus. alleen ja. met Carnaval. Ik dan, hè? Oh. Oh, oh jij, ik weet niet ja. Wat dan... okay. Maar jij bent natuurlijk jongeren. Ja. Misschien ook wel wat voor oude mensen die muziek. Ja. Kan. <laughs> maar is er nog iets anders wat uit Limburg, wat je zegt? Nou, daar zijn we. Daar ben ik trots op. Dat wat Limburg dat uh, represent, zeg maar. Um ik weet wel iets wat weet jij pinkpop natuurlijk <laughs> oh ja, tuurlijk, ja. <laughs> natuurlijk ja natuurlijk pinkpop ja ik zou daar trots op zijn ja dat is trots zijn op de zwarte cross toch ja wij hebben de zwarte cross ja. Dat is wel leuker dan pinkpop inmiddels zwarte cross dat is dan ook een uh, festival ik zou je zeggen als jij daar het raam uit kijkt en dan ja. ben je aan de overkant van die grote weg ja. daar is de camping van de zwarte cross wat uit en iets meer daar links ja. is het festival dus hier hemelsbreed hey. een kilometer vandaan wat leuk en dat is uh, 150.000 mensen per dag, zo'n beetje, dacht ik. Uh. Bedankt, nee, sorry. dat is niet waar. Dat lul ik uit mijn nek. Ik denk uh, <laughs> 150.000 tot 200.000 mensen voor het hele festival. Over drie dagen verdeeld, volgens mij. Dat zou heel goed kunnen. Maar goed, heel veel. Ja. En uh, meer dan nog Pinkpop. Sorry. Maar, <laughs> <laughs> maar goed, dat is ons, onze Pinkpop, zeg maar. Uh, klein begonnen, net als Pinkpop natuurlijk. In Geleen ooit, volgens mij. Ga je, ben je wel eens naar Pinkpop geweest? Nee. Dus ik, Je komt uit Limburg en je gaat niet naar Pinkpop. Ja. Maar spreek je dat niet aan, of? Nou, um, ik weet niet waarom ik er nooit heen ben geweest. Nee, je, gewoon... je, je weet wel dat Pinkpop in Limburg is? Ja, ja. <laughs> okay, <nee. laughs> ja, maar als je zou zeggen waar ben je echt trots op en ik ben er nooit geweest, dan kan ik ook niet zeggen dat ik er trots op ben. Nee, dat is waar. Nee, maar ik zou, ook, ik zou er trots op zijn als ik uit Limburg kwam. Hè. Dus, uh, maar is er, nog, is er nog iets anders wat we nog niet kennen uit Limburg waar jij zegt van nou, dat moet je echt, uh, dat is vet, dat is mooi. Um, Valkenburg, de kerstmarkt. Ja, die heb ik nooit gezien. Jij wel? Nee, ik ben mooi. nooit geweest. Nee. Dat is uh, in die grotten dan? En dan kan je de grotten. In oh, dat en... is in die grotten. Dat is in de grotten oh, wat gaaf. Oh. En dan Valkenburg zelf, daar wordt ook altijd super mooi versierd. En dan kan je dan lekker een warme chocomel met slagroom. En dan zo met al die trasjes. Ja, leuk zeg. Nee, die grotten zijn wel cool. Maar ja. daar ben ik al in geweest, zeg maar. Dat is hoor dan zo'n rondleiding. Mm -hmm. Ik heb wel eens gehoord dat, dat als je. Want als die rondleiding er niet is, dan zijn er natuurlijk geen lampjes in die grot. Dat, dat er mensen ook wel eens in zijn verdwaald en die dan <laughs> er niet meer uitkomen. Kloppen die verhalen, denk je? Geen idee. Nee? Geen idee. Er zijn nooit kan... tieners die stiekem die grotten in zijn gegaan of zo of op avontuur uit of zo. Om daar, uh... Dan moet je aan iemand uit Valkenburg vragen. Ja, nou ja, ja ik, 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 had, ik, ik kan me dat, toen, toen we die rondleiding kregen, herinneren dat die man dat dan zei. Maar het kan ook wel zo'n spookverhaal zijn, of zo, dat je in ieder ja. geval achter hem aan blijft lopen. Maar het is natuurlijk allemaal. Hetzelfde is wat ganger, weet je wel. Dus je, mm. ja, je moet de route wel weten. Uh, anders dan het volgens mij. Uh, is een Hans- en Gietje verhaal. Ja, ja. ja, Wel broodkruimeltjes ja. meenemen. Series, jij komt uh, ja, de laatste elf jaar. woon jij in Groenlo. Yes. Daar ben jij trots op als het gaat om daar Groenlo, de achterhoek. Nou ja, de wat kras natuurlijk. Ja, ja. Maar ook ja. bepaalde gebruiken of dingen die hier zijn. Goh, dat is een goede. Ik zou eigenlijk niet weten of er echt iets typisch achterhoeks. Wat gebruiken zijn. Ja, er zijn er natuurlijk wel een hele hoop. Maar ja, kijk, ik denk dat Limburg is, denk ik wel te vergelijken, denk ik, met, 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 uh, met de achterhoek een beetje. Ik denk dat mensen goed voor elkaar willen zorgen dat ze uh, dat noberschap, zoals ze dat hier noemen, ja, en zal jullie ook een naam hebben. Uh, dat je dingen voor elkaar doet. Het aanpakken, gewoon ervoor gaan... met z'n allen, gast erop. Uh, ja, dat arbeidseetal zeg maar, uh, van, van de bouwvakkers en, en de, de werklui hier, die, uh, dat ligt gewoon redelijk hoog. Ja, yeah, yeah. uh, De motivatie. Daarmee wil ik niet zeggen dat ze in het westen gewoon luie flikkers zijn <laughs> zo, maar snap je, dat, dat uh, ik denk wel dat het de uh, achterhoeken wel van aanpakken weet. Ja, nee, dat vind ik zelf ook belangrijk, ja. Ja. Anders moet je niet gaan werken als je toch niks wil doen. Nee, nee, want jij is in de horeca natuurlijk ja, een tijdje zeker. gewerkt. Dus je, jij bent ook echt een vrouw ik, vind, ik vond het altijd heel leuk. En uh, mijn baas en mijn basin zei ook altijd, ja, je moet echt uh, de telschool gaan doen. Ja. En uh, nee, ik wil heel graag social work doen. Dus dat, uh, maar ook wel om de mensen. Ja, ja ik ja. vond het altijd hartstikke leuk. Ja. 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 Maar heb je dan geen hekel aan dronken mensen? Nou, ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten dronken mensen. Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel dan ook de vervelende dronken mensen natuurlijk. Natuurlijk ja, was nooit leuk. Maar... nee Heb je wel eens een situatie gehad en je dacht, ja, dat hoort ook bij de horeca... Ja, nee nou ja, vorig jaar inderdaad met carnaval Wees allemaal één grote gezelligheid. Maar ja. er wordt natuurlijk wel zo'n opmerking gemaakt waarvan je denkt: nou ja, is dat nodig? Ja, zo'n hashtag uh, MeToo. Op, uh, ja, zeg maar. Ja, is, is dat in Limburg ook met carnaval? Dat ze ja. dan wel uh, eens een beetje denken dat we ineens dingen kunnen die eigenlijk niet uh, kunnen? Ja, maar dan moet je gewoon op rekenen als je daarin gaat. Je weet dat je sowieso eens op je kont geslagen wordt. Of Echt waar? Er... Ja. Oké, okay, maar en dat kan nog steeds. Anno 2021 uh, ja, kan ik niet zeggen, want het komt er <laughs> al, is al geweest. Ze dus had er al moeten zijn, laat het zo zeggen. Uh, vorig jaar uh, nog wel. Ja. Toen kon dat nog? Ja. Toen hielden we ook geen afstand, hè? Nee, maar ik bedoel, iemand op de kont slaan. Ja, ja dat is wel gebeurd, ja. Dat. Maar... Ja, dat, dat, ja. ja misschien ook wel ja dat is ook graag goed om ja. tradities <laughs> maar ik bedoel meer dat, dat de hele hashtag metoo toestand heeft natuurlijk wel ook van een hele hoop losgemaakt. dat je ineens mm -hmm. ziet dat in het land dat er ineens ook een hele hoop niet meer kan en dan komt er van alles los en goed dat er over gesproken wordt natuurlijk of mm -hmm. dat soort zaken ik bedoel uh, uh, begrijp me niet verkeerd maar hoe, hoe staan jullie daarin als uh, als dames van deze tijd uh, uh, wat het overtrokken was zijn jullie volledig achter die beweging nou ja soms vind ik het ook wel een beetje vergezochte dingen. Natuurlijk, seksuele intimidatie is nooit goed. Daar sta ik sowieso niet achter. Maar er zijn wel... Um, nou ja, Ik bedoel, als iemand een keer... op social media bijvoorbeeld iets zegt of zo. Ja, ik heb zoiets van, ik laat het gewoon lekker langs me heen gaan. Ja. En ik hoef daar niet helemaal ophef over te creëren. Nee. Maar ja, als mensen zich daar wel heel erg door aangevoelen vallen ja, dat kan natuurlijk. Maar ja, ik ben zelf niet zo, dus ik kan dat ook niet voor andere mensen invullen... hoe zij dat, hoe zij dat voelen, zeg maar. Nee, maar ik bedoel, uh, het vrouwonvriendelijke uh, is dat... Uh, wat hebben we het dan over, uh, zeg maar... De dingen die je eigenlijk niet, ja, die je niet mee wil maken als dame. Um, en dat vind ik lastig om, om die vraag te stellen... maar is dat, is, zou het minder worden of zou het toe toenemen? Uh, want ik heb het idee dat de jeugdcultuur wel wat aan het verharden is. Ja, moeilijke vraag. Ik... Ik vind het heel moeilijk om een antwoord op te geven. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik vind het ook een moeilijke vraag. Ik weet het ook niet. Nee, ja, ik, misschien is die net iets te filosofisch of zo. <laughs> Zou kunnen. Maar je ziet natuurlijk die messencultuur, hè, die, dan, die dan genoemd wordt, die natuurlijk veel in de steden plaatsvindt. Maar ja, je hoort ook verhalen van jongeren waar wij daar mee van doen hebben. En of dat dan mm -hmm. stoere praatjes zijn of niet. Uh, ja, die hebben het ook wel eens over messen. En of er iemand die uh, iemand te pakken wil nemen met een gun. En uh, dat ik denk. Uh, huh? Die hebben mm het -hmm. toch maar niet in de achterhoek, kunst? Weet je wel? <laughs> nee. Ja, nervekunst. <laughs> ja, af en toe een toernooitje ja, ja. of zo. Ja, daar, daar hoef je niet zo heel bang voor te zijn. Maar uh, die verharding uh, ja, onder de onder meiden, ik, ik, de gesprekken die we opvangen, weet je wel, bijvoorbeeld op school of zo, uh, waar we wel veel zijn. Ja, Dan heb ik wel eens het gevoel van, is dit allemaal stoerdoenerij? Is dit van deze tijd? Of, uh, maar die, jullie hebben dat gevoel niet zo? Nou, is wel heel veel invloed van Amerika. Dan ja. dat ze daar dat ook allemaal met die kans doen en zo, dus ik denk dat dat ja, door de social media wel hierin is gekomen. Ja, maar je ziet het zelf niet terug in je eigen omgeving. Dat is echt mijn vraag. Nou, met de lockdown toen ze uh, het winkelcentrum bij mij om de hoek uh, zijn gaan slopen, toen dacht ik oké. Okay. Oh, jullie hadden last van de ook? Ja, bij mij was verderop op een straat verder waren ze het winkelcentrum. Uh, ik dacht ging. dat het alleen maar in Den Bosch was, maar. Nee. Ja en in andere plaatsen. ook maar... en uh, Venlo ja? was het ook. Er zijn ouders uh, in de brand gestoken. Oké, okay. en bij ja, jou vlakbij zo. dus ook? Ja, ja. De straat verderop. En, en voel je dan ook die, 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 die vibe of zo? Of, of is het echt zo van nou er gebeurt daar iets, maar dat is maar een klein groepje en voor de rest is dat maar wel oké okay, hier op? Nou, wij dachten van wat zijn dit voor knallen allemaal. Ja. En toen uh, zagen we allemaal die filmpjes op een gegeven moment. En toen dachten we oké, okay, dat blijven we vanuit de buurt, want het is niet oké. Okay. Nee. nee, maar, maar, maar wa, 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 uh, Je hebt er verder niks van gezien dan ook of zo? Nee, alleen gehoord. Oké. Okay maar echt, echt de doffe knallen ook of echte harde knallen en ook ja ik zag iets van een filmpje van vuurwerk of iets op een textiel container voor het goede doel je weet wel ja, ja en die hebben ze proberen in op de op te blazen ja ja ja, ja. Jeetje, wat, wat ja we muziek. hebben in de achterhoek zijn we vrij gebleven van rellen ik denk dat die boerenmannen hier die doetingermannen mannen... ook al gezegd van nou dan uh, dat gaat ons niet gebeuren dan komen met uh... nee, ja. de trekker naar ja. ik wil het zeggen we de allemaal opstand ja. Ja, houden ze wel tegen ja op zich wel goed Hè? ja ja oké okay, even terug naar west wat serieuze dingen Sherrie's uh, <laughs> jij, uh, jij bent nu een stagiaire bij ons wat wil je bereiken uh, de komende jaren ik wil sowieso um, zorgen dat in ieder geval ik kan natuurlijk niet voor iedereen maar ik wil heel graag dat iedereen wel het gevoel heeft dat hij veilige plek veilige thuis dat vind ik altijd heel erg belangrijk ja en ik wil ook wel dat dat ...dingen bespreekbaarder worden. Niet dat er, of al zo'n taboe weer is. Net nou ja, als seksuele voorkeur bijvoorbeeld. Ik ja. dat dat nog steeds best wel. En sommige mensen die hebben daar echt iets tegen. Ik vind dat heel erg jammer. Ja, ja. En daar wil jij een rol in gaan spelen. Ja, zeker. En uh, zie je dan ook een bepaalde functie? Heb je dan voor ogen oh, iets wat je zegt... ...nou, dat ga ik worden en daar ga ik dat mee doen? Uh, nee, ik weet het nog niet precies. Maar echt wel uh, na jongerenwerk wil ik wel. Echt jongeren, ja. Oké, okay. en sommigen die komen hier binnen, die willen echt specifiek uh, wat meer de hulpverleningskant op. Nou, jullie doen dezelfde opleiding, dus kan ik ja. graag ook aan jou stellen, maar. Ja. Nou ja, wat ga weet, jij worden? Ik weet nog niet in welke richting ik naartoe wil. Ik ben nu gewoon aan het proeven van iedere soort doelgroep en aan het kijken wat mij het meeste aanspreekt. Ja, want je had al een stage gelopen? Ja, ik heb uh, op de dag besteed van Campus gelopen. En dat was echt met, met kleine kinderen? Nee, dat was uh, met lichtverstandelijk beperkte oh, en psychisch okay. kwetsbare. Oeh, dat is, ook een, dat is ook wel weer een aparte doelgroep natuurlijk. Ja ja. ja, ja. En hoe is dat bevallen? Ik vond het heel leuk daar. Het ja. was heel fijn. Ik had daar een muziekprojectje. Oh. Leuk. Dus ik nam uh, iedere week mijn gitaar mee. En dan kon Je er kunt gitaar spelen? Ja, ja. Nice. Kijk, nou <laughs> het talking. Ja. Wat heb je dan, elektrisch of akoestisch? Akoestisch. Ah, okay. Ja, is niks mis mee hoor. Maar, uh, <laughs> nou, ik ben wat. geen pro, maar ik vond het wel gezellig om met ze gezellig samen gitaar te spelen. En sommigen een ukulele of een gitaar of een ja, leuk. En die kids vinden dat ook geweldig, denk ik, of niet? Ja, nou het zijn geen kids. Oh, ook, <laughs> ook, ook echt volwassenen. Uh, de jongste was denk ik 16 en de oudste was rond de 70. Oh, dat is geen kind meer, nee. nee. Ja. Maar 16 nog wel, dat noem ik dan kids, hè, jongeren en mm. kids. Ja. Oké, okay, dus echt een heel, heel, heel diverse doelgroep. Ja. 70 en, en 7, 16, daar zitten zit wel een ratten tussen, ja. Ja, dat is wel echt ja. wel een groot verschil. Meestal zitten die groepen niet zo bij elkaar in één project, maar in jouw project wel dus. Ja, het is uh, begeleid wonen. En dan de mensen die dan geen uh, werk hadden of geen besteding op de dag, dan moesten ja. daarheen. Oké. Okay. En nu ga je proeven hoe het is binnen het jongerenwerk. Ja, juist. Ja, dag één. Meteen voor de microfoon. Ja, de podcast. meteen voor de kamer over het blok. Morgen mag je sterven in een ziekenhuisbed. Nee, dat is een grapje. Nee. Morgen, gaan we, morgen gaan we een promo opnemen, maar daar ben je niet bij. Hè. Je moet dan weer terug naar Roemond. Uh, maar dan komt Valentijn. De, de stagiair die zal ook vast wel binnenkort in deze podcast verschijnen. En die, uh, die gaat zijn acteerdebut maken in een, uh, in een promo voor een filmproject wat we gaan doen met jongeren. Ah, daar kunnen jullie vast nog een heel leuk onderdeel van uitmaken. Al dan niet voor de camera, dan wel achter de camera. <laughs> yes. ja. Kunnen jullie toevallig goed koken? Nee, nou ja, ik kan wel een beetje koken. Ik kan niet zeggen dat ik goed kan koken, maar ik kan wel gewoon ja, eten maken. <laughs> nee, dat is echt, echt een belachelijke switch, gaat helemaal nergens over. Maar uh, nee, ik denk dat we er zo langzaam een eind gaan maken in deze podcast. Uh, ik, uh, ik vond het leuk om met jullie te kletsen over van alles en nog wat. Uh, ja, we kunnen op die verhalen natuurlijk wel, wel heel lang doorgaan. Uh, maar het gaat natuurlijk over hoop en over uh, dat andere jongeren er wat uit kunnen putten. Ja. Zou jij nog iets mee willen geven? Zeg van nou, als ja. je in zo'n situatie zit, waar moet je het zoeken? Nee, ik zou sowieso. Ik, op internet kun je ook heel veel terecht. En dat vind ik wel een goede kant van het internet. Van als je met iets zit, zijn er altijd wel platformen waar je je probleem. Uh, bij neer kan leggen. En ik denk dat dat super belangrijk is. Dat je je probleem echt wel bespreekbaar maakt. Want als ja. je het niet doet, dan blijf je er zelf mee rondlopen. En dan al helemaal, als je geen Veilig Thuis hebt, dat je ja. dat in ieder geval ergens anders kan. Ja, uh, heb je dan nog een specifiek platform waar je zegt, daar moet je kijken? Behalve de podcast van <laughs> Mazzel. <laughs> nou ja, ik denk dat uh, uh, websites, Veilig Thuis, um, dat, dat soort websites, dat is altijd wel. Uh, dat je kan chatten met bijvoorbeeld met iemand van, van qua hulpverlenen dat is ja. wel uh, in ieder geval dat dat dan al de eerste stap is dat je in ieder geval ergens met je probleem terecht kan ja. zoiets. Ja, ik zal onder deze video ook even wat lokale links vermelden van, van uh, het ondersteuningsteam onder andere hier uh, ook wat maatschappelijk werkers die uh, ja wellicht ook kunnen helpen als een jongere deze video heeft gekeken en denkt van nou ik uh ik moet toch even wat, uh, wat hulp gaan zoeken. Dan, uh, well, wie kan ik lokaal benaderen? Want dichterbij ja. is natuurlijk altijd fijner en prettiger en beter. Ja, tuurlijk. Maar goed, misschien kies je voor de anonimiteit, zeg je. Oh, nou, veilig thuis is ook een fijne website. Daar ja, ik bijvoorbeeld. Uh, ja. Maar het, heb jij nog wijze woorden om deze podcast uh, te beëindigen? te ja. beëindigen, ja. Um, voor mij is het altijd: stay positive, no matter what. Ja. Dus je mag ja natuurlijk zoals zij zei, maak het bespreekbaar Het hoeft niet per se met een veilig thuis of met dichterbij. Je kan ook een vriendin of een vriend in vertrouwen nemen. Ja. En ik ben altijd van iemand die positieve kant uitgaat. Dus het komt wel goed. Ja, en zo kom je terecht in lichtervorm. Ja. ja, daar komt <laughs> <Inderdaad>. alles samen. <laughs> Op het kantoor van Marcel. Nou, ik vond uh, ik vond het leuk, ik vond het gezellig. Kop jullie hier ook. Ja, Zeker. Ik ook. Ja, leuk. En uh, nou ja, mocht je een keer te gast willen zijn in de podcast van Mazzel, uh, ja, schroom niet. Mail mij gewoon op talie.alsjemazzel.nl of doe even een je op Insta. Mocht je Facebook gebruiken, <laughs> kun je maar ook gewoon, uh, met ons <laughs> ook gewoon benaderen. Ja, dat verwijdert toch? Ik, ja, maar toch wel via de laptop. Okay. Nee, 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 ik, heb, ik heb het <laughs> van mijn telefoon afgehaald, dat klopt. Ja, ja, ja. Maar dan, uh, ja, schroom niet. Neem contact met ons op. Uh, ik vind het altijd leuk om met jou in gesprek te gaan. Dus uh, ja, tot de volgende keer. Doeg!